Super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag en maandag is altijd mijn standaarddag dat ik altijd in de avond begin met vloggen. Want ik heb gewoon een te lange dag op maandag. Dus ik heb gewoon nooit tijd om de vlog te openen overdag. Ik zit gezellig met mijn lieveling op de bank. We hebben net Holland's Next Topmodel gekeken. Het is nu 10 uur en ik ga zo naar bed. Out of myself. Ja, dat is goed. Normaal ga ik altijd veel te laat hoor. Dus nu niet denken van, oh meid, zo goed van jou. Maar dat is echt voor het eerst dat ik dit ga doen. Voor het eerst in al die jaren, dagen, weken, maanden, jaren, decennia. Ik ben weer lekker terug van school en ik heb lekker gedoucht en ik heb al lekker gegeten. En ik heb al de afwas gedaan, dus ik ben super trots. En vandaag was ook echt een goed dagje. Ik heb jazz, step en liedinterpretatie gehad. En liedinterpretatie was echt super leuk. En het ging ook echt heel erg goed. Dus daar ben ik super blij mee. En daarna had ik nog zangles, wat ook heel erg fijn was. En ja, nu ben ik aan het wachten. Want Judith komt zo meteen hierheen. Die komt hier gezellig slapen vanavond. Daar heb ik super veel zin in. Want ja, gewoon weer even lekker bijkletsen. Want Judith is natuurlijk net terug uit Spanje. En we hebben elkaar gewoon echt nog niet heel veel gezien. Nadat ze terug is gekomen. Dus het is echt super gezellig dat ze hier komt slapen. Daar heb ik echt heel erg veel zin in. En ja, ik ga er zo meteen ophalen bij de bus. Dus ja, helemaal fijn. Ik heb er helemaal zin in dat ze weer komt. Oh. Hallo kidoki en welkom bij deze nieuwe... Nieuwe dag. Oh, ik heb deze dag eigenlijk al geopend. Judith is er. Hey, ik ben er. Yes. Wow, hoe lang geleden is dat ik in jouw vlog zat? Nou, op zich 2 weken, want toen ik je ging ophalen. Ja, maar dat heb ik toen... Maar dat was maar heel kort. Dat was niet echt. Ze zagen niet eens dat ik het was. Nee. Dat was ik dus. En nu is ze hier in mijn huis. Misschien herkennen ze me helemaal niet meer. Misschien ben je helemaal nieuw. Kijk hoe bruin ze is. Nou, valt best mee. Vooral je benen. Misschien mijn benen. Ik weet niet of ik dit op de film kan laten zien. Ja hoor, lekker kinderen. Wat we gaan doen... is ons ritueel. Idols kijken. En ik meen het, ik hoop eigenlijk dat ze kijkt. Hurry. Ik wil iedereen oproepen om deze meid te vinden. Want ik vind het oprecht. We willen oprecht in contact met haar komen. Ik vind dit een topwijf. Je kan zeggen wat je wil, maar ze is onwijs grappig. Ik vind dit echt een topwijf. Ik maak echt geen grap. Ik vind het een topwijf. Ik ook hoor. I love her. En ze heeft ook echt super confidence. Ja, het is gewoon heerlijk. En even kijken. Ik weet niet wat ik wil zeggen. Helemaal leuk. Op. Oh, we zijn dus weer herenigd. Ja. Eventjes is het dan. Oh. Ik weet niet of. Dit vind ik minder. Als je wil dat wij een video opnemen, let us know. Nee, we moeten even laten weten wat ze willen. Ja, wat willen jullie van Als ons? Als het binnen regent. Wat doen we als binnen? Nee, maar bestie Q&A of zo. Best friends Q&A. Nee, even iets leuks. Ask us. Even iets leuks. Would you rather? Dilemma op dinsdag. Ga weten. Let us know, wij gaan Hurry kijken. Let us know, wij gaan Hurry. Hey. Flip. Wat meer? Pim, paprika. Daar was hij. Oh, even terug. Fijne dag, mensen. Paprika. Ik denk dat ik dan toch al kom op een slagroom. Ja, dat de klanten tevreden zijn. Hopen dat ze tevreden zijn. Ja. Gaat u nog een fles bol? Nee. Maar stel je... My face above the water. My feet can touch the ground and it feels like. Goedemorgen, welkom bij deze morning routine. We gaan even naar Pamela. Boe! Ik schrok echt heel erg. Laat even je fit girl maaltijd zien. Dit is echt niet fit girl. Jullie dachten, oh, we hebben een pak magere yoghurt. Oh, ze is vast heel fit girl. Ondertussen zit er Crushly in. En pleur ik er ook nog lekker wat klokken bij. Kapot lekker. Joe. Hey, maar zo ongezond is dat niet, want het is puur ook, hè? Mee. Ik zou eigenlijk beter havermout of zo kunnen vinden. Ja, maar ja. Het is best wel lekker hoor. Kopje thee, broodje pindakaas. We zijn er helemaal klaar voor. Mm. Mm-hmm. Nog niet? Mm. Nee?
Ja, Pamela is er niet klaar voor, maar ik denk wel dat ze er klaar voor is. Maar ze zeggen natuurlijk altijd dat ze niet klaar voor is. Het is altijd makkelijk om te zeiken. Maar het is moeilijk om positief te blijven. Ja, dat is wel waar. Deze zware tijd. Dat is wel echt waar. De winter komt eraan, we moeten allemaal een beetje lief zijn voor elkaar. Nou, dit was mijn preek. Wil je nog een sfeershot? Komt het in het begin? In het begin. Niet blauw, hè? Hallo, het is vandaag woensdag en het is avond en ik heb vandaag deze heerlijke trui gekocht en daar ben ik echt super blij mee. Het was eigenlijk niet de bedoeling, maar ik ging even de stad in en toen zag ik deze en toen dacht ik, I need this in my life. Dit wordt echt mijn favoriete wintertrui, dat weet ik nu alweer. Hier ga ik gewoon in wonen. Gewoon altijd als ik thuis kom, gaat deze waarschijnlijk aan. Maar ja, het is gewoon echt heel chill. Hij kostte €20 en hij is van de Bershka. En ik vind de kleur ook gewoon echt heel erg leuk. Dus ik ben er echt super blij mee. Ik ben lekker Les Miserables aan het kijken op de bank. En deze is er ook. Alleen die is druk bezig op de laptop. Oh, ik wist niet dat ik in beeld was. Ik ben aan het online shoppen. Online shoppen. Vind ik echt heel raar. Op een feest. Stradivarius. Ik mis de Stradivarius. Zo dramatisch dit. Ik vind het wel prachtig eigenlijk dat het zo fucking ja, is. Gewoon ook het beeld, zo met dat eraf en zo. Zo, ik heb weer een schooldag gehad en ik ga straks sowieso even met jullie kletsen, want ik heb even wat dingen te zeggen. Heb ik nu even geen tijd voor, want ik ga nu weer op pad, want ik ga naar de klassenteel van een paar derdejaars. Want die gaan lekker kleding verkopen en ik ga gewoon even lekker langs voor de gezelligheid. Misschien koop ik nog wel, misschien niet. Maar in ieder geval super gezellig. Dus dat ga ik nu doen. En ik heb een hele warme trui aan. Ik weet niet of dat een goed idee is, maar ik heb geen zin om mijn jas aan te doen. Dus let's go. Let's do this. Zo, ik ben terug van de klas het CEO en ik wilde eigenlijk nog wat filmen, maar dat is gewoon niet van gekomen. En nu lig ik lekker in bed. En ik wilde gewoon heel even kletsen. Ik maak me best wel zorgen over mijn vlogs. Ik vind het nog steeds super geweldig leuk om te doen. Maar ik ben gewoon zo bang dat jullie mijn vlogs saai gaan vinden. Wat ik ook volledig zou begrijpen. Omdat ik heb ook gewoon echt oprecht zoveel minder wat ik kan filmen. Gewoon dagen op school ben ik zo gefocust op school dat ik niet eens denk aan mijn camera. Al heb ik hem in mijn tas zitten. Maakt niet uit, ik vergeet dat gewoon. Ik vind het zo moeilijk en ik wil zo graag een leuke vlog voor jullie maken. Maar ik merk gewoon dat ik het zo lastig vind om interessante dingen te blijven filmen. En ik moet zeggen, de vorige week vlog was echt super goed gelukt en was super leuk geworden, al zeg ik het zelf. Maar nu heb ik echt weer zoiets van, ja, ik weet niet of ik er wel wat leuks van maak deze week. En ik weet niet, ik hoop gewoon heel erg dat jullie dat ook ergens begrijpen. Dat ik niet elke week vlog een leuke vlog in elkaar kan zetten. Omdat het is gewoon lastig, omdat ik gewoon heel veel op school zit. En me daar ook gewoon echt focus op school. En ik vind dat echt heel erg lastig, want ik wil gewoon wel goede vlogs voor jullie maken. Maar ik hoop gewoon dat jullie het wel begrijpen, dat er misschien af en toe wat saaiere vlogs komen, waarin ik meer gewoon thuis ben en praat. En ja, ik wil wel gewoon even, ik heb nu wel weer een beetje gemerkt deze week dat ik gewoon meer wil vloggen, meer wil vertellen van wat ik allemaal doe en gewoon meer tegen jullie wil praten. Want ik heb het idee dat ik dat deze week echt niet heb gedaan. En dat vind ik jammer. Dus ik wil dat wel gaan doen. Ik wil, ja, ik weet niet waarom ik dit allemaal zeg, maar ik denk dat ik deze week vlog gewoon daar niet blij mee ga zijn als ik het ga editen. En dat vind ik gewoon jammer. Dat is het eigenlijk gewoon. Ja. Ik denk dat het tijd is om te slapen. Zo, nou, ik ben terug uit school. En ik ga vanavond naar een feestje van Thijs. En daar heb ik super veel zin in. Ik blijf daar wel slapen. Dus waarschijnlijk ga ik niet slapen. En het wordt vast een leuk feestje. Maar in ieder geval, daar heb ik echt heel erg veel zin in. Ja, ik heb vandaag echt wel een goed dagje gehad. Het was de eerste vrijdag dat ik weer even dacht van, ja, ik voel me wel prima. Normaal heb ik echt geen zin meer. Dan wil ik gewoon echt naar huis en ben ik er echt klaar mee. Maar nu
ging het op zich wel redelijk. Dus daar ben ik blij mee. Ik heb net even mijn haar gekruld. Het zit nu even in de staart, omdat het heet anders in mijn gezicht hangt. Maar ik heb het gekruld. Ik dacht, het is wel weer een keertje leuk. Ik vind het nu nog iets te heftig. Ik moet nog een beetje uitzakken, maar dat gaat het straks wel doen. Dus ja, ik heb vanavond dus een feestje. Ik weet niet of ik ga vloggen. Misschien dat mensen mijn vlogcamera stelen en gaan vloggen. Maar ik ga niks beloven. Oh, is hij nu aan? Oh, fuck! Nou jongens, welkom dat je kijkt naar deze vlog. Ik draai de camera niet om, want nou, ik ga het gewoon doen. Een kijkje achter de schermen. Holy fuck, holy fuck, jongens! Dit komt erin. Als dit er niet in komt, zijn we met mijn Insta onder. Mensen die gaan gewoon niet meer abonneren op mij. Jannes, kom op. Even. Wat moet ik zeggen? Oké. We hebben een leuk feestje gisteren gehad. Oh ja, dan moet ik het even vertellen. Ja. We hebben net een feestje gehad van deze jongen hier, Thijs. En was helemaal leuk. En Thijs was een beetje ziek, zei hij. Ja, een heel klein beetje. Heel klein beetje. Ik ben leeg. Ja. Dit is zo leuk, want ik mag dit editen. Ja, inderdaad. Oh, ja? En nu gaan we naar Alissa toe, dat is in Zoetermeer. Pam nou, niet. Nou, ik wel, dus dat is belangrijk, want het is Pam's vlog, maar niet uit. Ja, wat ging ik ook weer zeggen? Wat ging ik nou zeggen? Ja, we gaan naar Alissa toe. Laat maar. Ik doe niks. Anders ja, krijgen we dit. Ja, ja. Okay. Dit kan eigenlijk ook niet. Je verstoort dit mijn verhaal. Nou, ik ga wel weg. Ja, oké. Doei. Uit. Zo, en dan is het alweer de volgende dag. Dat beeld van gisteren was een beetje snel afgekapt, maar dat kwam omdat mijn camera leeg was. Maar goed, het is dus vandaag zondag en ik ga nu weg, want ik ga naar Judith. En daar heb ik heel erg veel zin in om haar te zien. En ja, ik ga naar haar toe. Dan blijf ik daar denk ik eten en dan ga ik vanavond weer naar huis. Dus ja. Nou, wij gaan even lekker broodschappen doen. Hey, lekker broodschappetje doen. Ja. Wij gaan pizza maken. Ja. Ik dacht gezellig even een dagje naar mij te komen en mijn, wat is het? Waar heb je nou voorbeeld voor? Ik zeg, hou je bek. Dus wij gaan pizza maken en wij gaan nu naar de MT. Goeie vlog. We zullen eventjes een, het mag niet. Tom wil ook aandacht. We gaan een spelletje doen in de supermarkt. Dat je in de supermarkt. Ja, we gaan een spelletje doen. Oké. Komen we later op terug. Ja, is goed. Komen we later op terug. Joe. Ja, eigenlijk gewoon tussen Margarita en Fungi. Ja, dan lekker Fungi hoor. Ja, hè? Pam, hoe was het in de supermarkt? Ja, leuk. Hij was dicht. Ha. Nu zitten we bij de Happy Italy. Gezellig. Veel koopwerk. En afwaswerk. Dat ook, dat ook. Dus even veranderen van gekke bek. Tom, je bent te vroeg. Ik zie er weer uit, jongen. Oh. Ongelooflijk weer dit. Dat ik mezelf ook gewoon weer zo durf te vertonen voor jullie. Maar oké. Okay. Ik heb in ieder geval echt een super leuk en fijn avondje gehad. Of nou, middag eigenlijk. Want ik was best wel vroeg weer thuis. Maar het was echt super gezellig met Judith en Tom. Tom is het vriendje van Judith. Voor de mensen die dat nog niet door hadden. Die twee zijn echt super leuk. En ik ben gewoon zo blij voor Judith. En zo gezellig. Het was echt super leuk. Ik vond het echt heerlijk om haar weer te zien. Echt mijn schat. Echt. Oh. Zo mijn beste vriendinnetje. Ja, dat klinkt super sentimenteel dit. Maar Judith gewoon is gewoon echt mijn schat. Nu ga ik lekker slapen. Ik ben super moe van dit weekend. En ik moet morgen weer om 9:15 beginnen. Ik heb wel zin om lekker naar school te gaan eigenlijk. Ik ga lekker slapen. Of in ieder geval, ik ga eerst even Netflixen. En dan ga ik lekker slapen. Dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze weekvlog. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden. Ik heb vandaag mijn vlog geëdit en ik vond het toch best wel een leuke vlog. Ik hoop dat jullie dat ook vonden. En ja, heel erg bedankt voor het kijken. En dan zie ik jullie hopelijk weer bij de volgende video. Doei doei!